Het is voor het eerst in de geschiedenis van Suriname dat een grote groep leraren in aanmerking is gekomen voor een bouwkavel. Dit zei Reshma Mangre, DNA-lid van de VHP, tijdens het start zijn van het bouw- en woonrijp maken van de gronden langs de Libanonweg in het district Wanica. Mangre benadrukt dat zij binnen 30 jaar in het onderwijs niet heeft meegemaakt dat er zoveel voor leerkrachten is gedaan. En een keertje moeten we dat noemen. Dat alle leraren die vandaag beneden de 9400 van hun bezoldiging daarover geen belasting hoeven te betalen. En laatst hebben wij een overeenkomst met de regering getekend voor uw loonsverhoging. Dat u deze maanden heeft gehad met TWK, 15%. U krijgt nog een 5% in januari. En daarbovenop is de koopkrachtversterking voor u verhoogd naar 3.500. En die wordt geïncorporeerd in januari. Het zijn allemaal resultaten die we hebben neergezet. Uiteindelijk gaat het niet om de kritiek of vakbond en politiek gaan. Het gaat om de wapenfeiten. Wat hebben we neergezet? Wat is de legacy die je achterlaat? En dat is de legacy die ik zeker als voorzitter van de BVL en als grootste vakorganisatie en de enige organisatie die het hoger onderwijs vertegenwoordigt, heb neergezet. President Chandrika Prasad Santokhi geeft aan dat er gewerkt wordt aan het oplossen van woningnoodvraagstuk. Ik heb direct na ons aantreden een team samengesteld op het kabinet van de president. Namelijk een team coördinatie landelijke woon- en bouw in Suriname. En niemand anders dan de staatsadviseur, de heer Gregory Rusland, aangewezen om dit project te coördineren. Het is heel moeizaam gegaan voor hem. Kreeg geen toegang tot ministeries. Uiteindelijk heeft hij bedankt. En we hebben andere mensen belast. Met de coördinatie van het landelijk woningbouwprogramma. En we zagen direct het verschil. Het kon wel. We hebben wel wat achterstand gehad toen. Maar we halen die achterstand dan in. Enkele van de kavels worden beschikbaar gesteld aan leraren die werkzaam zijn in het binnenland in het kader van World Teachers Day. De percelen die langs de Libanonweg staan worden aangeboden vanaf $3,500. Het bouwrijp maken geschiet door publiek-private samenwerking met Caribbean Coast Contractors NV. Het project is onderdeel van het landelijk woningbouwprogramma van het ministerie van Openbare Werken.